misschien wel verstandig. Ja, wat heb je nu aan? Gewoon je Santonis. Ja, ik denk Italiaanse schoenen aan en een pantalon. Als het erg wordt, ga ik dat bij Mats nog even die aan doen. Maar dat is zo'n werk. Oké. Ik doe deze even van. Heb jij zo'n ding al eens bestuurd? Toen ik 17 was, dus ongeveer 40 jaar geleden. Echt waar? Dus geloof je erin? Ja, ik geloof er wel. Oké, nou, dat vind ik top. Nou, weet je wat het is? Nou, bij Mats. Pad volgen. Ergens achter die heuvel is het. Ik volg het spoor in het dorp. Daar woont hij namelijk. Oké. Oh, goed. Misschien is er een break op. Wat zeg je? Oh, ik zie het al. Nou doet hij het. Nog niet. Hij staat nu in zijn achteruit, Herman. Nee, de R, zijn return is dat. Ja, de R van racen. 1. Ja? Ja. Oké. Okay. Misschien een handrem. Handrem. De handrem. Oh, even. De handrem. Dat moet een knop zijn. Die? Ook niet. P niet. E niet. Je hebt motor gereden, hè? Ja. Waar zit die handrem? Ja, dan moet je mij laten zitten. Hij moet hiervoor zitten. Mooi. Drivers op. P. Ik zou het niet weten. Hé, man, zal ik even? Nee. Ja. Oké. Okay. Ja? Dit is het, ja. Schat. Doe dit naar beneden. Dan gaat hij. Oké, ben je er klaar voor? De zee is hier 7 maanden per jaar dichtgevroren. Dus we kunnen over het ijs naar het huisje van Mats. Yes! De sneeuwscooter is hier misschien het snelste vervoermiddel,